Hallo kijkers van UltraGames93 en welkom alweer bij de 25ste aflevering van Busdriver. We gaan vandaag niet één missie doen, we gaan vandaag niet twee missies doen, we gaan vandaag drie missies doen. Genaamd deze en deze. We doen eerst even deze. Lijn 16, Intercity. Lijn 16 verbindt de noordelijke en de zuidelijke rand van Westside. Er liggen 5 haltes tussen Terminal West en Wildesden. Ben je op tijd bij alle haltes, pas op vooral op bij het oversteken van de 4-baanweg. Gebruik van tevoren je knipperlicht en laat andere chauffeurs ruimte maken voor de bus. Oké, dan gaan we dus proberen. Zo. Mooie groene bus. Heel mooi. Ja, nou, op weg naar de volgende hal. Op naar de eerste halte, niet naar de volgende, de eerste. Er staan heel wat mensen te wachten. Ik denk dat ze op de bus staan te wachten, niet op Sinterklaas, maar dat zal wel. Terminal West. Heel mooi. En dan gaan we lekker verder rijden. Hier gaan we sowieso naar buiten rijden. En dan kijken we wat de pijltjes ons zeggen. Maar de pijltjes zeggen, maak meteen een bocht. Dat gaan we dan ook meteen doen. Heel mooi. En die drie quests gelden voor vandaag weer hetzelfde. Gewoon een ster krijgen, mijn naam kunnen opschrijven en de totaal scoren op boven de 0 krijgen. De vorige keer ging dat een klein beetje mis, net voor het einde. Raakte ik namelijk iets, of ik weet niet meer precies, het was een tijdje geleden. De mensen die de aflevering van gisteren hebben bekeken weten dat. Dat was heel erg jammer. Echt super jammer. Toen had ik 2 questen. De vorige keer had ik ook 2 questen. Kijken of ik vandaag eens die 3 questen kan volbrengen. Zo. Western High School. We zijn dus bij school. Heel leuk. Al die mensen. Die zijn natuurlijk blij dat het eindelijk is. Niet naar school hoeven en dat ze bijvoorbeeld vak. Oh, dienstregeling niet gevolgd. Hoezo? Ik heb de dienstregeling gevolgd. Iedereen zit erin. Oké. Ik denk dat die mensen van de school trouwens vakantie hadden. Oh ja. Yeah. Groen, alweer, net op tijd, alweer geluk dus. En dan kom je aan met dit. Ja, mensen. Ja, sorry hoor jongens. Ik moet even hier de bus parkeren. Zo. Listen Grove. Daar zijn we. Nou, al die mensen stappen uit, al die mensen stappen in. Kom op, opschieten, gasten. Schiet even op. Zo. Dienstregeling niet gevolgd. Hoezo? Ja. Nou. Richting aanwijsraam. Tik, 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 tik. Ik word nerveus worden getikt, tik. We gaan hier linksaf. Meneer de auto, wat denkt u? Ik ga even leuk voordat hij naar links gaat, even hem inhalen. Geen goed idee. Nou, ik hoop dat we die 3 questen bij deze rit kunnen oplossen. Tot nu toe gaat het toch niet goed. Met die 3 questen. Maar we hebben nog een paar bushaltes. Dus dat valt op zich wel mee. Ja, had ik ook wel verwacht. Zo. Kilburn. Nou, nu ga ik even wachten tot hij zegt dat ik mag rijden.
Zo. Oké. Ik mag rijden, wauw. Oh, ik moet dus wachten tot dat ding zegt, oké, je mag gaan. Oké. Zal ik erop letten? Zeker weet dat ik het ga vergeten, maar dan letten jullie er wel op, oké? Als ik het vergeet, dan letten jullie er wel op. Ik ga het sowieso wel vergeten. Of nou bij deze rit vergeet of bij die andere, ik vergeet het sowieso wel. Nou, even mooi remmen. Vlak van tevoren remmen. Beetje gas. Beetje remmen. Beetje gas. Beetje remmen. Beetje gas. Beetje remmen. Heel mooi. Stilstaan. We zijn in Canterbury. Kunnen we gaan? Mooi. Goed zo. Nou. Op naar de volgende halte. Deze rit gaat op zich wel goed. Even kijken of ik hier een bonuspuntje bij kan pakken. Kan ik nog maar mijn totaalscore boven de 0 komen? Dat vraag ik me eigenlijk af. Kan dat nog? Ik ben benieuwd of het nog kan. Zo. Hier lekker rustig verder langs de parkeergarage. En dan ondertussen even mooi deze bus nemen. Wel gas geven en een beetje remmen, gas, remmen, gas, remmen. Ja, heel mooi. We staan goed. We zijn in Bexleyhead. Zo, heel mooi in Bexleyhead. Prachtig. Zo. Oké, ik kan vertrekken. Wauw, dank je. En dan gaan we naar de laatste bushalte. Zo. Als je stoplicht is op groen springt. Spring eens op groen stoplicht. Stoplicht. Spring eens op groen. Doe eens even. Ja, goed zo. Bravo. Olé. Goed gedaan. Ik heb nog een goede totaal score. Ja. Goed zo. Nou, hopelijk blijft het ook zo boven de 0. Dan heb ik in ieder geval die quest compleet. En dan kijken we zo wel of ik die andere quest nog compleet heb. Een kilometer de verkeersregels gevolgd. Ja, alsof het zo speciaal is. Ik volg ze altijd, de verkeersregels. Ja, altijd. En mensen die zeggen dat ik het niet doe... Niet geloven, ik volg ze gewoon altijd. Vooral met deze bus. Nou, dan heb je weer zo'n lelijke bocht. Ai, 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 bus, overleef jij het? Ja, goed zo. Nee, dan gaan we niet slippen op dit moment. Dat is niet meer leuk dan. Als je nu gaat slippen. Kijken of ik een beetje kan sneaky inhalen. Ja, heel sneaky ingehaald. Sneaky vanaf de zijkant. En daar is de bushalte. Dan gaan we even remmen. Remmen, remmen, remmen. We zijn in de Willesden. Dus één rit hebben we gehad. Oké, even onze passagiers bekijken. Onze punten. We hebben in ieder geval één quest compleet. Rijbonussen. Rijpenalties. Yes, we hebben gewoon alle drie de questen compleet. Ultra Games 3. Wat typte ik? Nou ja. Nou, dan gaan we op naar de volgende. Even laden. Dan gaan we nu... Lijn 77, Skjorden doen.
Maar dus, lijn 77, skiorden. Het oosten van de stad bevindt zich in de bergen. Er zijn veel skiorden in de buurt. Lijn 77 loopt door de bergen en vervoert passagiers. Tussen busstations, Vulwel en het vliegveld. Om met een bus over wegen met ijzel te rijden, heb je veel ervaring nodig. Vooral op smalle wegen in de bergen. Oké, dan gaan we dat maar doen. Nou, oké. We vertrekken. Zo. Zo, hele mooie rode bus. Ik vind hem een mooi kleurtje. Lekker rood. Zo. Allereerst even deze mensen oppikken. Het sneeuwt op het vliegveld. Rimsley International Airport. Al die mensen erin. Ding, ding. Heel mooi. Nou, dan rijden we verder. Zo. Vol gas. Kijken of we deze ook binnen. Of we bij deze ook die drie quests kunnen volbrengen. Ik hoop het eigenlijk van wel. Daarvoor doe ik mijn best. Dat betekent dus niet slippen, zoals ik net deed. Maar gewoon heel erg rustig, netjes de berg af. En dan die bus recht houden. En dan hier rechtsaf. Vol gas. Ja, op zich gaat het nog wel goed. Ik zie alleen niks door al het sneeuw, maar... Hallo, het sneeuwt hier uit. Stop eens met sneeuwen. Dan kan ik tenminste wat zien. Groen. Heel mooi. Rechtsaf. Vol gas. Zet mijn gevaren licht aan. Want ik kan hier elk moment slippen. En dat willen we natuurlijk niet. Dat ik ga slippen. Maar ja. Het kan wel gebeuren. Maar dit is een lekker stukje om te rijden. Lekker vol gas. Geen problemen. Gewoon lekker vol gas. Gewoon even mooi in het midden. En als ik wil afslaan, dan ga ik de richtingaanwijzer aanzetten. Gevaren ligt hier even uit. Heel mooi. Dit gaat heel goed. Nou, gevaren liggen weer aan. We komen namelijk weer in een sneeuwgebied. Heel mooi. Lijkt wel of die gasten sneller rijden dan mij, maar dat kan natuurlijk niet. Nou, komen we weer door zo'n tunnel. Alweer door zo'n tunnel heen. Nou, oké, en dan komen we weer door een sneeuwgebied. Dus dan zetten we de gevaren licht weer aan. Dit rijdt goed, joh. Echt heel goed. En dan zetten we gevaren licht weer uit. Dan komen we weer door zo'n tunnel heen. En dan zijn we zometeen bij de volgende bushalte. Dan zetten we gevarenlicht weer aan. Want we komen weer door een sneeuwgebied. En dan gaan we kijken waar we rechtsaf kunnen slaan. Ja, hier. Omdat we hier de eerste bushalte hebben. Nou, de eerste weer een bushalte hebben. Laat ik dat zeggen. Nou, lekker afremmen. Remmen. Mooi. Vista Glacier. Zijn we volgens mij ook wel geweest. Eerder. Ja, volgens mij ook, ja. Ja. Zijn we vast wel eerder geweest. Nou, oké. Ik kan gaan. Ik sta mooi op schema. Dat is fijn. Ik zet het gevarenlicht mooi aan. Want ik weet niet wat er allemaal nog kan gebeuren. Maar het kan in ieder geval heel veel gaan gebeuren. Nog. Wat er allemaal gaat gebeuren weet ik niet. Maar er kan nog heel veel gebeuren. Bijvoorbeeld dit. Ik reed toch goed. Ja, zie je. Ik moet deze kant op. Gewoon een heel klein sneeuwweggetje en ik ga hier rijden.
heel erg verstandig met zo'n bus als deze. Over zo'n snelweggetje rijden. Heel erg verstandig. Ja, ja. Dan krijgen we een hele moeilijke bocht. Nou, heel moeilijk is wat anders, maar... Dan krijgen we een hele lastige bocht. Het lijkt hier wel winter, joh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Ja. Dan hoop ik dat we zo weer door de stad gaan rijden. Anders wordt het niet. Oké. Okay. Nou, dan gaan we een lekker stukje weer rijden. Ja, heel mooi. Dan krijgen we een heel gevaarlijke bocht. Ik ga hem niet zo hard meer laten rijden. We zitten namelijk nog op een goed tempo. We zijn nog niet te laat. En dan gebeurt het net, hè. Botsing. Kunnen we dan één keertje stoppen met het sneeuwgebied? Leuk dat het winter is, maar ik wil even... Ja, op het spel, hè. Niet hier. Het is hier gewoon herfst. Oh, kan het alsjeblieft één keertje niet sneeuwen in dit gebied? En gewoon de wegen normaal mooi zijn. Dat zou zoveel oplossen. Ah, de bus komt eraan, hoor, jongens. De bus heeft alleen een klein beetje schade, maar voor de rest doet de bus het nog wel. Zo, Leighton. Stap even in. Stap even in, jongens. Ja, kom op, erin. Vanaf Café Neon. Zo, Leighton, klaar. Op naar de volgende. Ik zet me gevaar ligt weer aan. We moeten nog steeds door een sneeuwgebied, waar ik niet blij mee ben. Ik hou namelijk niet van sneeuwgebieden. Om met deze bus door te rijden. Maar we zullen wel moeten. Met deze bus door een sneeuwgebied rijden. Zolang er maar niet zoveel bochten zijn, dan red ik me wel. En niet zo scherpe bochten zijn, bijvoorbeeld zoals net. Kijk, deze. Nee! Oh, 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 oh. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Laat maar zitten. Laat maar gewoon zitten. Laat ik deze rit gewoon doen. Och, twee bushaltes. En dan ben ik klaar met het sneeuwgebied. En dan gaan we naar de laatste rit. En ik hoop dat het niet door het sneeuwgebied is. Gewoon eventjes niet. Gewoon even lekker rustig. Niet door het sneeuwgebied. Gewoon even rustig door de stad. Daar heb ik minder problemen dan op dit kleine weggetje. Wie zoekt nou zo'n weg uit? Voor de bus. Oeh, leuk. We zullen een nieuwe route bedenken. Lijn 77. Waar gaan we doorrijden? Ja, we laten hem lekker off-road rijden. Zodat de bestuurders leuk heen en weer kunnen botsen. Oh, ik word hier soms zo zat van. Ik word er ook zo zat van. Van het sneeuwgebied. Nou ja, we zijn bijna bij de één na laatste bushalte. Dat vrolijk me wel een beetje op. Kijk, de mannetjes zijn ook een beetje misselijk. Ja, jongens, ik kan er niks tegen doen. Het sneeuwgebied zorgt ervoor dat ik alleen maar bots en slip. Oh. Deze rit is dus een en al grote slipcursus. Gewoon een grote slip. Partij. Slippartij, ja. Nou, hè. Nou, de bus stilleggen. Zo, remmen. Mooi, we zijn in Stratford. Stratford. Moeilijk uit te spreken. Stratford. Nou, drie mensen in de bus. En die gaan we naar het
weet ik veel, waar gaan we ze naartoe brengen? Een kilometer hier vandaan. Nou, gevaren ligt meer aan, dan gaan we weer. Aan de berg af. Dit kan nog een grotere slippartij worden. Met 60 km per uur. Hallo, van zo'n grote berg sneeuw af. Dit wordt een slippartij. Nee, wordt niet. Hij wordt wel. Ik merk het gewoon bij zo'n bocht. Maar wie laat zo'n lijn. Ja, bij deze lijn 77, wie laat het nou door zo'n bos heen lopen? Door zo'n off-road weggetje. Welke halve gare heeft dat bedacht? Die zal ik eens goed op zijn neus timmeren. Als ik hem zie. Mooi. Nou, en die andere bestuurders hebben die er geen last van al dit gladde wegdek. We komen zo door een tunnel. Mooi. Eindelijk is een tunnel. Heel mooi. Nog een halve kilometer. Ik ga even proberen. Yay! Even deze kant op. Nou, dan hoop ik dat we nog een tijdje door deze tunnel heen gaan. Want hoe langer we door deze tunnel heen gaan, hoe minder ik slip. Ja. Hey, dat was nice. Waarom stoppen jullie? Jullie kunnen gewoon doorrijden hoor. Zo. Pam 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 pa da ra ra ram pa pa ra 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 pam pa da ra 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 ram. Schiet nou. Opschieten. Wat voor toeter heeft dit ding joh? Autopet. Kijk. Driewieler toetertje. Oké. Toeterparade hier. Toeterconcert. Fluwel station. De passagiers. De tijdbonus. De rijbonussen. De penalties. Twee questen volbracht hier. Nou, en dan komen we aan bij de laatste rit van vandaag. Gaand lijn 67, Industrie 3 terrein. Maar dus, lijn 67, Industrie 3 terrein. Lijn 67 verbindt het Industrie 3 terrein met de haven van de stad. Dit is niet de leukste omgeving om te werken. Schoorstenen, rook, pijpleidingen en kabels. Tot zover het oog reikt. Wees aardig voor de vermoeide fabrieksarbeiders. Ze verdienen het om veilig naar huis te worden gebracht. Oké. Dat gaan we dan maar doen. Ze veilig naar huis brengen. Zo. Ja. Het ziet er al meteen fantastisch uit. Nou ja, het is in ieder geval nu een blauwe bus. De laatste rit voor vandaag. Geen sneeuwgebied. Hesten. Daar zijn we dus. Maar het is nu meer in de haven. We beginnen leuk in de haven. Geen enkele sneeuw hier in de buurt. Behalve rook. Dat is het enige wat ik hier zie. Maar geen sneeuw. En daar ben ik ontzettend blij mee. En nog één keer sneeuw.
vandaag en ik ragequit. Nee, oké, ik ragequit niet. Het is geen moment om te ragequitten. Het is gewoon een spel waar we moeten rijden, rijden en nog eens rijden. Nee, ik vind het makkelijk. Geen richtingaanwijzers hoef je aan te zetten. Op deze weg, hè. Soms is het echt niet gemakkelijk. Bijvoorbeeld bij die sneeuw. Ah! We zijn in Winchmore Hill. Het is heel leuk in Winchmore Hill. Zo leuk dat ik meteen hier weg ga. Nou ja, nog 7 bushaltes te gaan. Ze zitten lekker dichtbij. Normaal heb ik daar heel veel problemen mee dat ze lekker dichtbij zitten. Maar nu vind ik het gewoon een keertje lekker. Dat ze lekker eens dichtbij zitten. Ja. Nou, in ieder geval. Ja. Nou, op weg naar de volgende bushalte. Een beetje rustig afremmen. Afremmen. Goed zo. Zo, we zijn in Riddlestown. Kom op, ik sta achter met mijn tijd. Nou, mooie auto dan. Nou, dan gaan we op weg. Nog maar 6 te gaan. Dat gaat, valt reuze mee. Nu moet ik wel weer mijn richtingaanwijzer gebruiken. Jammer genoeg. Ik was er net aan gewend om ze niet te gaan gebruiken. Of het gevarenlicht te gaan gebruiken. Maar ja. Nu moet ik toch wel weer richtingaanwijzers gebruiken. Ik sliep hier gelukkig niet. Daar ben ik op zich blij mee. Super blij mee. Ja, valt op zich wel mee. Oké, nu gaan we weer voor die 3 questen. Tellen ze nog steeds. En ik ga met mijn totaalscore al helemaal goed. We zijn in Grove Park. Lekker in het park. Beetje relaxed, een beetje lekker achteruit liggen op mijn stoel. Maar daar heb ik geen tijd voor, dus ik moet doorrijden. Nou, we liggen nog steeds op schema. Helemaal op schema. Fantastisch op schema. Ik wacht even door die gasten voorbij kwam. Buiten de rijstrook. Nee, de... Weet je wat? Ik zeg maar niet meer dat het nu goed gaat. Anders krijg ik dat weer. Ah, maar de totaalscore is nog redelijk. Ik kan me geen enkele fout meer veroorloven, maar... Nog 5 bushaltes. Hier is er 1 van. Nou, ik ben benieuwd waar we nu zijn. Volgens mij ben ik hier eerder geweest. Hoe heet deze straat? Redstone. Heel mooi hier in Redstone. Oh, we kunnen weer door. Nou, dan gaan we weer verder. Het is groen. Geen rood, gelukkig. Toen ik er overheen. Geen groen, geen rood, dus... Geen minpunten, geen pluspunten. Dat is wel jammer. Dat het geen pluspunt is. Maar het is ook ik ben ook blij dat het geen minpunten zijn. Mooie trein hier. Heel mooi. Rijdt die trein nog achteruit? Of is het een trein die allebei de kant op kan? Oh. Dus je maakt hier ook van alles mee, joh. 1 keer door het sneeuwgebied, dan weer door alle fabrieken heen. Dan weer een korte rit, dan weer een lange rit. Dan ben je weer wat boeven aan het transporteren. En dan ben je weer lekker feest aan het vieren. We zijn in Stockwell. Hier zijn de stokken wel... Hier zijn er wel stokken. Ja. Nou, we rijden lekker verder. Oh. Ik heb het nu eens, niet eens meer... behoefte om over te praten waarom ze die bushalte zo dichtbij zetten. Ik moet steeds denken aan het sneeuwgebied. Daarom ben ik nu ben ik één keertje voor eens
voor één keertje blij dat hier zo dichtbij is. Green Dragon Lane. Dit is de groene draaklaan. Als jullie het verhaaltje niet kennen. Vroeger woonde er in deze stad een hele grote groene draak. Heel groot. Nou, die woonde precies in deze laan. En daarom hebben ze het de groene draaklaan genoemd. Nou, mijn totaalscore gaat lekker. Heel erg lekker. Ja, nou, lekker rustig verder. Heel erg lekker rustig verder. Ik ga sowieso één quest volbrengen. Die totaalscore boven de 0. Het is de eerste keer dat ik nog tijdens de hele rit niet op 0 heb. Onder de 0 heb gehad. Oké. Afremmen. Af, goed zo. Bravo. Olé. Zo. Ik ben in Brentford. Nou, al die mensen uitstappen en instappen. Zo, stap bij weer mensen. Zo. En dan gaan we op weg naar de laatste. Ik ben nog op tijd. Ik loop nog goed. Het kan dat we een paar seconden te laat aankomen. Of niet. Dat zien we zo wel. Ik ga vol gas. Op weg naar de laatste. Gewoon vol gas op weg naar de laatste. Gewoon ion op weg naar de laatste. Gewoon. Ratatatatata. Nee, dus gaan schieten hier. Negen secondes. Zal ik hem op tijd halen? 3 secondes, 2 secondes. Nou, de mensen moeten niet boos zijn. 3 secondes te laat. Hounslow. Onze eindbestemming voor vandaag. 3 ritten gaat. En mooi. Kijken of de quest. Deze quest goed zijn. 66 mensen. Tijdbonus goed. Rijbonussen ook goed. Rijpenalties. 4 rijpenalties. Ik ben trots op mezelf. Ultra Games 93. Dus 3 questen volbracht. Dus 3 questen, 2 questen, 3 questen. Oké. Okay. En. Lijn 89. Halte voor halte. Dat zien jullie de volgende keer. Morgen dus. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Zet deze video in je favorieten. En dan zeg ik. Doei!